Ja, welkom. Sneak peek. Reiner Schiekade, 115F in Leiden. Ja, we staan even op een steiger, dus we moeten wel even een beetje oppassen dat we niet onderuit gaan. Ja, de Reiner Schiekade is voor heel veel Leidenaren bekend. Het is natuurlijk echt een randcentrum. Hierachter zit Sterrenwacht en dergelijke. En nou ja, universiteit, noem maar op. Dit is letterlijk misschien wel een van de betere of een van de beste locaties van Leiden. Pand 115 vierkante meter, 135 vierkante meter. Het is 115 het huisnummer. Tuin achter van 23 meter diep. Veel kamers. Maar je moet ook wel iets doen, dat wel, zeker wel. Maar ik ga u heel graag meenemen. Kijkt u gewoon nog eventjes hier. Het is echt super gaaf. Oh ja, als u van een bootje houdt, als er hier nog een plekje vrij is, kan die er vast wel liggen. Tot zo. En welkom binnen. Lekker lange gang. Natuurlijk, hè, standaard trapkast, toilet, toegang naar de keuken en toegang naar de woonkamer. Nou, als je binnenkomt, let vooral op de paneeldeuren. Want het is natuurlijk een jaren 30 huis. Oh, lekker deze kant op. Het is natuurlijk een jaren 30 huis. Dus we hebben gelukkig nog heel veel van die originele elementen. Paneeldeuren, maar ook plafondtechnisch, hè, nog de ornamentjes, zoals u ziet. We hebben bij de schouw daar, bij de open haard, nog een mooi ornament. Maar ook hier, u ziet, het is ruim. Wat ik aan de voorkant al zei, eerst zei ik het fout, maar daarna zei ik 135 vierkante meter bijna. Dat zien we ook hier. Er is al een open keuken. We hebben al toegang naar de tuin. En als het een heel klein beetje deze kant op komt, ik laat u straks allemaal nog even zien hoor. We moeten u zien hoe diep die tuin is. Echt helemaal te gek. Afgezien van open haard daar. We hebben al een open keuken. Nou, ik kan me misschien wel voorstellen dat je zegt van, goh, hey, kan ik hier niet deze deur dichtmaken en hier een grote hoekkeuken? Of misschien zelfs, als u daar openstaande deuren maakt, een grote U-keuken met een kookeiland. Het zou zeker kunnen, maar het hoeft niet per se. Eigenlijk zit alles erop en eraan. Vriezer, koelkast, vaatwasser, gaskookplaat en magnetron. Maar misschien is het niet helemaal uw smaak. De tuin laat ik straks eventjes zien. We gaan eerst eventjes naar boven toe, want er zijn zo verschrikkelijk veel slaapkamers met een eigen wasruimte, leuke elementen, dus kom snel mee naar boven. Ja, zoals u ziet, u bent nu eigenlijk net al, heeft u het kabinet, hè? Zo heet dan zeg maar een derde kamertje op de eerste etage, het kabinet, klinkt heel deftig, met nog een mooie glas. En we zijn hier dus op de eerste etage, waarbij we daar een grote voorslaapkamer hebben. Met nog een originele schouw, zoals u ziet. Helaas is daar een paneeltje verdwenen, maar er zijn gelukkig in Valkenburg, Zuid-Holland en Alverijn weet ik dat daar een oude bouwmaterialenhandelaar is. Die kan zo'n paneel vast nog wel krijgen. We gaan even deze kant op. Dit is trouwens de deur naar boven. Dit is apart een toilet. De badkamer laat ik zo overzien. Dit is natuurlijk gewoon de achterkamer. Hè? En wat valt op? Natuurlijk, dit. Super gaaf. Plafond weer, het is hoog, wederom de paneeldeuren en wat ook echt wel hartstikke leuk is, openstaande deuren richting het balkon. Nou, het zonnetje is nu eventjes weg, maar dat maakt niet uit. U heeft hem net al heel even gezien, de tuin. U gaat hem straks ook nog eventjes zien. Maar er is hier gewoon ruimte en dat is vooral waar dit huis ook heel erg geschikt voor is. Grotere gezinnen. Hop, hop. Zo. Grotere gezinnen, vaste trapkast, niet vergeten. Hele kleine sneak peek app en dat was hem, u gaat het zien bij de bezichtiging. En hier gewoon het of de badkamer. Waarbij we hierachter zitten cv-ketel, opstelling en hier wastafel met meubeltje. En verder een douche, inlooddouche. Ik neem u heel graag mee naar de zolder toe, want ik wil u toch nog eventjes apart laten zien. En dan gaan we misschien wel eindigen bij de tuin. Tot zo! Ja, zoals u ziet, hè, er is nog één slaapkamer op zolder. Welkom op de zolder trouwens. Op zolder met mooie glazen loodramen. En nu wandelt u eigenlijk een beetje zo over de overloop richting de tweede slaapkamer. Maar ja, hier tussen, en dat gaat u zo meteen nog even zien, hier tussen zit een waskamer. Althans, het is nu ingericht als waskamer.
Maar u kan eigenlijk alle wanden hier kunt u eruit halen en u kan het gewoon helemaal opnieuw herindelen als u wil. Daarnaast zit hier ook nog een soort bergzolder boven, althans niet hier, maar wel bij de overloop. Ja, wat kan ik zeggen? Ik kijk dan vooral nog even daar naartoe. De achtertuin. Het huis is ruim. Het huis is echt gewoon groot, dat heeft u gezien. Maar ja, soms bewaren we één van de mooiste dingen of de meest bijzonderste dingen al voor het laatst. En dat is eigenlijk daar, dus ik neem u heel graag mee naar de tuin. Ik zie u zo daar. Nou ja, wat ik net natuurlijk al zei, dit is toch te gek. Het is bijna 23 meter diep. Ja, ze zijn nog niet rijp, maar anders had ik wat aalbessen genomen. Er zit hier echt van alles aan de bomen. Peren, appels, bessen inderdaad. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook niet allemaal overal verstand van hoor, van groenten en fruit. Maar hier, u kan hier zo verschrikkelijk veel mee. En wat het leuke is, hierachter zit nog een slootje. Daarachter is een natuurgebied. Allemaal vogels en dergelijke. Hartstikke leuk. Dus u heeft hier gewoon een tuin aan de Rijn- en Schiekade. 23 meter diep. Ja, het is echt te gek huis wederom. Ik zie u graag heel snel bij de bezichtigingen van de Rijn- en Schiekade 115F. In het mooie Leiden. Dus wandelt u nog even door. Zie ik u heel snel. Dag!